Ambtstermijnambassadeurs moet wettelijk worden vastgesteld. Beveiliging tegen cybercrime is belangrijk. Jacob Zuma weigert op te stappen als president van Zuid-Afrika. Dames en heren, goedenavond. Dit is het journaal op maandag 5 februari. Minister Eldis Polak-Bigli van Buitenlandse Zaken wil het ambtstermijn van ambassadeurs wettelijk vaststellen. Dit is volgens de minister het beleid dat duidelijkheid moet brengen over hoe lang een ambassadeur mag dienen in het buitenland. Wij hebben nu een wet buitenlandse dienst in werking, in voorbereiding. En die wet zal ons helpen om dan ook die wettelijke basis te creëren. In aanloop daartoe, zegt de president, laten wij ook beginnen met reguleren. En zodat wanneer we mensen nu wegsturen, ze van tevoren weten wanneer ze terug moeten komen. De doodnormaalste zaak heeft met transparantie, met planning te maken en zoals ik u eerder zei, met bezuiniging. Volgens de minister is dit niet vreemd. Overal in de wereld zijn er regels op dit gebied. Suriname kan volgens haar niet achterblijven. Op dit moment zijn er een aantal ambassadeurs teruggeroepen naar Suriname, omdat hun ambtstermijn is afgelopen. De bewindsvrouw wil bij het aanstellen van ambassadeurs in de toekomst een scherpere selectieprocedure instellen. Volgens haar moeten de buitenlandse posten meer bijdragen aan de economie van het land. Wij moeten niet per se alleen naar ambassadeurs kijken, maar ook de posten. Als we praten over economische diplomatie, we praten over culturele diplomatie, we praten over het beter positioneren van ons land en het halen van die diversificatie op economisch gebied, dan moeten we de posten veel gerichter gaan inzetten. En dat is ook een stukje beleid dat wij hebben uitgezet nu, dat wanneer de mensen weggaan, ze precies weten, dit is mijn portfolio waaraan ik moet werken. En ook nu dat ze nog op de posten zijn, ze precies weten wat de stootrichting is van de regering. En eigenlijk hoeven we dat niet zozeer te herhalen, omdat we in de nieuwjaarsrede van de president duidelijk hebben gehoord wat de prioriteiten zijn voor 2018. Maar groter nog zijn de prioriteiten in het ontwikkelingsplan weergegeven. En dat is dus de richting welke elke ambassade post specifiek moet gaan kijken hoe daar invulling aan te geven. Overigens heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken heel recentelijk van posten ook hun input voor het jaar gekregen. Dus weten wij heel gericht hoe die posten zelf ook invulling willen geven, want dat laten we ook een beetje vrij aan de chef de posten om ook die inzichten vanwege het feit dat ze op de locatie zijn, hun inzichten met ons te delen. Al deze maatregelen zijn het gevolg van het gewijzigde beleid van het ministerie. Cybercrime vormt tegenwoordig een grote bedreiging binnen bedrijven en ondernemingen. Ook in Suriname is dit het geval, daarom moet men bewust worden als het om cybercrime gaat. Criminelen dreigen met vernietiging of het afhandig maken van je computergegevens of dreigen met smaad. Daarom is het belangrijk dat bedrijven een goede beveiligingssysteem hebben voor hun netwerk. Volgens Ricardo is Camilla, directeur van Secured by Design, is het risico van cybercrime niet te onderschatten. Het is ontzettend belangrijk, omdat op dit moment zie je criminelen die ruiken geld en die duiken daarop af. Ze kunnen dingen kapot maken. Denk aan bijvoorbeeld ransomware. Ransomware is een verschijnsel dat ze u per se overnemen en compleet vastleggen. Dus u kunt niet meer werken tenzij u de losgeld betaalt. Maar op het moment dat het losgeld wordt betaald, dan zie je ineens dat het geen ransomware was, maar misschien oplichterij. En ja, op het moment dat een bedrijf afhankelijk is van zijn online presence, bijvoorbeeld via een website of een webshop, en als dat down ligt, ja, dat kost heel veel geld. Cybercrime, computercriminaliteit, oftewel digitale criminaliteit, zijn vormen van criminaliteit gericht op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons en pinautomaten. Secured is gespecialiseerd in cybercrime. Het bedrijf is door enkele Surinaamse bedrijven uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen van cybercrime te delen. Tegenwoordig is het heel eenvoudig om een netwerk van een bedrijf of onderneming te hacken, meldt Ricardo Escamilla. Het is inderdaad alarmerend. Het is trouwens, ik wil wel benadrukken, het is niet alleen maar Suriname. Het is een probleem van alle landen.
Maar wij zien hier wel dat, dat zaken openstaan. Wifi-netwerken staan open. En weet u wat het echte probleem is? Het is zo eenvoudig om in te breken. Maar vroeger moest je daar verstand van hebben. Je moest een specialist zijn. Maar tegenwoordig, dan ga je het internet op en dan kun je gewoon hacking specialisatie inhuren. En dat kost $10, $15, $20. Of een ander ding, je gaat naar Alibaba.com en daar kun je gewoon kastjes kopen. En met die kastjes kun je bijvoorbeeld computernetwerk overnemen. En dat zijn kastjes, en ik overdrijf het niet, maar die kosten $17. En zo is het eigenlijk eenvoudig om je slag te slaan. Ook in Suriname wordt het vraagstuk van cybercrime groter en erger. Tijdens een gehouden workshop vandaag hebben bedrijven inzicht gekregen over de mogelijke uitdagingen en ontwikkelingen. Voor Suriname is het belangrijk dat er wetgeving komt om cybercrime aan te pakken, zegt een deelnemer van deze workshop. Er zijn nog steeds heel veel exploitaties die nog hier gebeuren. En we moeten daarvoor natuurlijk ook letten hoe we onze applicaties bouwen en hoe we daarmee omgaan. Vooral voor informatie die heel gevoelig is. Weet je? Informatie die mensen gebruik van kunnen maken om fraude te plegen. En daarvoor is dan zo'n sessie ook heel erg handig. Er is geen wetgeving op dit moment, maar ik denk dat men daaraan ook moet werken. Die wetten zijn belangrijk, ja, zodat je cybercriminelen kan gaan aanpakken. Om doelgericht te investeren in de behoeften en faciliteiten van de jeugd, beschikt Albina over een kunstgrasveld. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen het ministerie van Sport en Jeugdzaken en de Nederlandse Voetbalbond KNVB. Er is gekozen voor Albina vanwege het tekort aan sportfaciliteiten aldaar. Het project is door president Desiree Bouterse geïnitieerd, zodat sport en jeugdwerk in verschillende buurten wordt gestimuleerd. Dit past binnen de visie van ontwikkeling in de sport. Het project in Albina heeft $250.000 gekost. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken bespreekt de strategische richting en de invulling van het ministerie met het bestuur van SV Inter Maretraite. Dit bestuur kreeg afgelopen donderdag een geste met onder andere basket, tennis en voetbalspullen. De sportorganisatie is in de omgeving Maretraite bezig jongeren onder 17 jaar op een positieve manier bezig te houden op het boysportterrein. Op dit sportveld zijn jongeren actief en zullen er meer mogelijkheden worden gecreëerd, zegt Lucien Dubois, bestuurslid. In de ochtenduren kunnen schoolkinderen gebruik maken van de sportaccommodatie. Het Radiotherapeutisch Centrum Suriname hield vandaag een open dag in het MRI-gebouw van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit in verband met Wereldkankerdag op 4 februari. Sherita Gangaram Pandey, manager RTCS, vertelt waarom deze open dag. Kanker is nog steeds een heel groot taboe in Suriname. Eigenlijk ook in andere landen hoor, maar sowieso dus in Suriname is het ook een grote taboe. En wij willen eigenlijk de mensen in Suriname bewust maken en alert maken dat kanker er ook is, maar dat het ook te behandelen is. Dus als je hem in een vroeg stadium hebt ontdekt, dan kun je genezen. Ja, volledig genezen. Want de behandelingsmogelijkheden zijn er. Als je het in een beginstadium ontdekt, dan kan het met chirurgische ingreep, kan er met chemo en met bestraling, kun je dus genezen worden. Tijdens de open dag kregen de bezoekers een rondleiding en werd op verschillende manieren gesproken over diverse vormen van kanker. In de bestralingsruimte werd ook uitgebreid uitleg gegeven hoe er te werk wordt gegaan tijdens het bestralen en welke hulpmiddelen nodig zijn. Giorgio Chitra Diwangsa, student radiotherapeutische laborant, vertelt wat er vooraf gedaan wordt. Deze open dag het is eigenlijk voor ieder, waarbij ze eigenlijk geïnformeerd
gaan worden, wat we precies hier doen en wat de behandelingsmogelijkheden zijn en meer de awareness tegen kanker. Als de patiënten hier komen, is er een traject. Ze gaan eerst bij de radiotherapeut voor een gesprek. Er gaat een scan gemaakt worden, daarmee wordt er een behandelplan gemaakt. En als het behandelplan af is, dan wordt de patiënt dan gebeld. De patiënt kan komen dan voor de bestraling. De patiënt gaat dan hier op tafel liggen en dat is het apparaat van waaruit de stralen dan komen. Hier is dan de bestralingsruimte. De organisatie verwachtte rond de 500 bezoekers. Met de garantie van goede elektriciteitsvoorziening te Pokigrom is er een nieuw tijdperk aangebroken voor boven Suriname. Dat zegt Humphrey Jeru, voorzitter van het comité van nabestaanden en slachtoffers van politiek geweld. Ook hij maakte het grootst moment mee van de ingebruikname van de EBS-centrale te Pokigrom. Mij persoonlijk naar ras-echte Pokigrom. Mij kweki ja, zo mij gona scoren ja. En in een periode die mij gona scoren ja, mij sabede dat hij na een koko lampu bij je poosrefi, lantaren, zomaar bij kan ablantaren, koko lampu, als we bij je poosrefi, we kan leren les voor gona scoren. En de uitnap ja zo tide, dat mij wat tegen dat kan zijn, is een historisch moment. Ook is een periode pe we gaan in een diepe dal, maar door je pi voor masra garo naar hemel, met het diepdal dat Pokigrom heeft gekend, gaat Jeru terug naar de Binnenlandse Oorlog, waarbij het dorp totaal werd verwoest door het junglecommando. Tal van huizen werden platgebrand en de dorpelingen werden gemarteld. Het gehele dorp is toen slachtoffer geworden van politiek geweld. Na de Binnenlandse Oorlog heeft het weer jaren geduurd om Pokigrom weer op te bouwen en hebben 400 gezinnen zich weer gevestigd in het gebied. Een nieuwe generatie die deze ontwikkeling meemaakt. Jeru gaat ervan uit dat de ontwikkeling nog meer zal toenemen. Realiteit dat ik 1x24 stroom naar Pokigrom, 1x24 euro, abistroom day and night. De ondernemers hebben. Desmaar no ondernemen, maar bij one ondernemen, desmaar kan ondernemen no. De corruptie hebben, de scoreministers hebben, het dorp hebben. Nou, een grote ontwikkeling die de Sampenpressie die de deed naar Pokigrom, Achoni, naar alle de dorpen in de omgeving. Mij doe haar beroep op de Gralanti. Als ik kan bedenken dat ik naar dit enige wat ik wil doen, maak dan een stopje, maak dan een dorp. Als je via kabels haren go of de chara van centrale go in de verschillende dorpen, als dan zou je zien dat Pokigrom alle den dorpen hebben van oru. Uno wa mekata na Pokigrom, wano Pokigrom hebben van oru. Tot zover Humphrey Jeru. Het platform Support Suriname is een stichting die zich inzet voor taalontwikkeling, talentprofilering en ondernemend ermee leren omgaan. Deze stichting heeft maandelijkse open house poëtrie sessies die verzorgd wordt door Sulile Blinker. Zij vertelt over het doel van deze sessies. De maandelijkse trainingen is een open house voor poets. En de meeste mensen denken alleen poetry, maar poetry is eigenlijk een trekpleister. Ik denk dat poetry de basis is van heel veel dingen. Dus het is voor public speakers, het is voor performers, het is voor schrijvers. Het is veelal voor jongeren, maar volwassenen komen er ook, of ouderen. En door die maandelijkse sessies te doen, ik doe het nu al bijna een jaar, heb ik gemerkt dat we terug moeten gaan naar het oud stelsel. Toen ik ben begonnen was het wekelijks. En het wekelijkse heeft iets te maken met dat die motor blijft ja, hoe moet je dat zeggen, dat die motor goede horsepower heeft en dat men steeds bij elkaar komt. Ik zie ook dat ze dat missen. En als je wekelijkse dingen doet, de frequentie bepaalt de productie. Er zijn verschillende activiteiten die de stichting organiseert. Hierbij zijn trainingen waaruit het dichterscollectief Kokolampu voortvloeide. Een van de deelnemers is Isaiah Pleiter, die inmiddels al een tijdje meedoet aan deze sessie en zelfs ook optreedt. Die deelt zijn ervaring. Met te leren over schrijven, niet alleen over schrijven, maar ook over performen. Maar dat leren we ook. We leren niet alleen schrijven, of hoe we beter kunnen schrijven of
meer onze gevoelens kunnen uiten door te schrijven, maar ook hoe we onze performance kunnen verbeteren. En wat ik ermee ga doen is sowieso meenemen naar mijn schrijverstafel, wanneer ik bezig ben te schrijven, de tools en alles wat we bespreken met elkaar. Niet alleen wat we leren van Solila, maar ook wat ik hoor van de anderen. Dat kan ik ook meenemen als inspiratie, als motivatie om te schrijven en ook te performen. De groep jonge dichters die meedoen aan deze sessies zijn te zien tijdens verschillende poëtrieavonden, waaronder Poetry and Beyond. En dit was het Nationaal Nieuws. Goedenavond.